Het droog. Een beetje rommelige eerste helft. En ja, een paar mooie kansen van Amy Harrison. En van natuurlijk ook van Joel Smit. En plotseling de 1-0 van Romain Luijter. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een aantal speelsters voorin lopen die wel creativiteit hebben. En het mooiste is, de dag ervoor heeft Danny Koevermans ook getraind op de lage voorzet. Nou, die kwam dus vandaag prima van pas. En dat was een fantastische goal. En tweede helft ben je net een minuut bezig. En dan maakt onze Schindelse trots, die maakt de 2-0, Romain Luijter. Ja, nou, kijk, Romain zit in een hele goede periode. He, ze denkt ook zelf af dat ze veel kan spelen. Dat hebben we echt langzaamaan opgebouwd, al voor mijn tijd eigenlijk. Hè. Dus vorig seizoen eigenlijk al, of einde van het jaar. Ja, en dat betaalt zich nu uit hoe we met haar gewerkt hebben. En vooral hoeveel energie zij erin heeft gestopt. Dus jij bent super blij voor haar. Ja, dat wilde ik net vragen. Want, hoe vind jij de ontwikkeling van haar? Ja, gigantisch, gigantisch. Ja, zij werkt enorm hard en ze heeft een tijd zo hard gewerkt dat we even haar ook wat meer moesten gaan temmen. Maar de laatste periode, ja, dan gaat dat fantastisch. Vast aan de bal, snelheid, oog voor een goal maken, geweldige trap. Ik zeg al, als je dan goals maakt, want dan sta je uiteindelijk voorin, ja, dan kan ik als trainer enorm genieten voor de speler zelf. Dus ze heeft een hele goede inbreng voor? Ja, absoluut, absoluut, 100%.